GamerGeeks. En vandaag spelen wij Star Citizen. Nou, zoals je kan zien, liggen we heerlijk mindfulness te accepteren. In een bedje. Onder een TL-balk. Of, oh wow, we zitten in de ruimte. Dit is de toekomst. Dus het is LED-verlichting. Alles is LED. Oh, een contract is available. We gaan met een regen. We drukken op Y. En we stappen op. Dit is mijn hotelkamer. Het is niet heel bijzonder. Het is mijn rugzak. Laat ik hier gewoon liggen. Er zit geen bom in ofzo. Ik ben geen terrorist. Maar hier, ja, hier zit ik dus al 28 dagen in quarantaine. Door het virus. Wat ik niet mag noemen. Anders kom ik niet in het oog grippen van YouTube. Ik ga naar buiten. Ben ik klaar mee? Nou, het zit op deck 3. Dat is het beste deck. Dat is echt een VIP deck. En we gaan gewoon rustig naar beneden lopen. Die stottering, dat hoort erbij. Dat is de kwaliteit van Star Citizen waar we naar streven. Hey Henry, wat mooi brilletje heb jij, joh. Jezus. Waar heb jij die vandaan? En ja, het is ook echt zo futuristisch. Real cyberpunk. Ja hoor, ik zie het. Jij bent een man van weinig woorden, maar veel kennis. Hè? Nou, tot zo. Je weet waar mijn kamer is. Ja, dit is natuurlijk gewoon de place to be om tot rust te komen. Want we gaan een heerlijke cruise doen. Laten we eens gewoon even kijken wat een Merlin ons gaat brengen. Wat is echt een cruisertje, hè? Gewoon, die kan niet in de hyperspace. Puur en alleen om eventjes heen en weer te vliegen. Ah, 07. Dat is die kant op, oké. Ja, dat is die volle ervaring waar we voor gaan, hè. Dat lopen. Uren lopen. Niet stikken. Je moet je helm opzetten. En dan gaan we zo eens even kijken of dat we een YouTube challenge kunnen doen. Niet doodgaan in Star Citizen. Zoals je ziet is mijn vochtniveau al 94%. Dus we zitten op koers. Kijk, dit is dus een hele mooie subjager. En dan gaan we op zoek. Open. Goed zo. En dan kan je er gewoon in. Op een of andere manier. Hier kan je erin. Ik enter als een subpilot. En sub is dus een hele fancy woord voor. Ik ben niet zo dominant. Jij mag wat werk doen. Kijk, daar zitten we. En we gaan heel rustig. Oh, rustiger. We moeten heel rustig beginnen. Want dat maakt het realistisch, hè? Hoe rustiger je begint, hoe realistisch. En we gaan zo. Verlaten we. Thank you. And please visit again. Ik ben fucking in gesprek. En zo verlaten we Port Olizar. En gaan we op avontuur. Maar niet te ver, want we kunnen dus niet in hyperspace met dit ding. Of zoals het is, quantum. We kunnen niet in quantum. Dus ik moet zo weer landen en wat anders pakken. Maar ik dacht, we beginnen gewoon eventjes. Even chillax. Even. Oké, ietsje sneller. Oh ja, ik voel hem. Je voelt die G-krachten. Je voelt die G-krachten. Dit gaat lekker. Dit gaat goed. En we zijn weg. Oh. Ja, hoor. Daar gaan we. Ik zet hem op F4.
Ik zet hem op vol druttel. En dan gaan we afterburners. Alles. Dit is snelheid. Die kan je alleen als je die G hebt. Jezus, hoeveel benzine denk je wel niet dat ik heb, man? Thank you, and please... Quantum travel, fuck yeah. Initiated. We komen al dichterbij in de buurt. En we gaan hem pakken. Hij is op 1000 kilometer, maar ik begin hier alvast met schieten. Dat is het beste wat je kan doen. Spend this shit. Ik denk dat je aan de andere kant van de planeet zit. 500 kilometer. Dat moet te doen zijn. En ondertussen werk je aan je ademhaling. Zodat als hij binnen dat bereik komt van 5 meter. Je direct op die muisknop kan drukken. Zodat je al je guns in één keer in zijn gezicht houdt. Tenzij het een female character is, dan moeten we het respecteren. En dan wint zij. Natuurlijk zonder probleem. Want wij zijn heel modern bij GamerGeeks. Dit is het moment waarop je gewoon even koffie kan halen. Ja, dit is dus het mooie van Star Citizen, hè? Die realisme. Dat je echt... Echt moet wachten totdat je 300 kilometer hebt gevlogen. En dat is dus wat elke Star Citizen speler doet. In de tussentijd. Cinematic trailers maken. Door heel langzaam rond te gaan. Rond je schip. En dan naar 16:9 gaat je aan te houden. Misschien een beetje Star Citizen muziekje eronder. Oh, dit is episch. Ja, je voelt het. Fucking hell, ik ben hard. Ik zit hier gewoon te druipen. Elke asteroïde dat je hier nu volgens ziet is zo groot als Nederland. Nederland is ook echt maar 50 kilometer in omtrek. Dus hier passen gewoon 3000 Nederlands in. Als dit echt realistisch was, dan zat ik nu boven België. En nu alweer boven Parijs. Zo snel ga ik. 1000 kilometers per uur. We gaan nu manual. Door een sterrenveld.
als in Star Wars. Maar natuurlijk ben ik veel beter dan Han Solo. Ik heb alles geleerd van Anakin. Zoals spinnen. Want dat is een hele goede truc. Oeh, dat was een asteroïde in de schaduw. Dat wil je niet hebben. Oké, 90 kilometer. Reken maar uit, we gaan nu 800 kilometer per uur. Dus wat gaat onze remtijd zijn? En ik begin alvast met heel zachtjes te hyperventileren. Dat zorgt ervoor dat je een ritme krijgt. Waardoor je weer makkelijker kan focussen. Als een kat, hè. Zo blaas je zeg maar het negatieve eruit. Dat doen katten ook altijd als ze naar je kijken. En ze hebben zoiets van, fuck jou. Dan blazen ze het negatieve eruit. Zodat je tolgeerbaar wordt. Dit wordt een surprise attack, motherfucker. Hij zit waarschijnlijk hier om de hoek. En als een panter beslaap ik hem. Waar de fuck is die gast? Rob is het in de asteroïde. Dit is een man met vele kunsten. Staat er ook een bounty op hem. Nou, ik heb Rob even buiten beeld toegesproken en gezegd dat hij niet goed bezig was. Hij heeft zijn excuses aangeboden en we gaan nu naar wat anders. We moeten door met ons leven. Hij was heel blij dat ik hem een tweede kans gaf. Sommige mensen verdienen dat. Dit is de beste actie die je mij kan voorstellen. En we geven alles wat we maar kunnen hebben. Hij is geschrokken. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij is in paniek. Tenzij ik hier je bakkes raak. Jordi out, bitch.